morgen. We gaan met een hele groep mensen op reis. Ja, ga je mee? Zeker. Is de kamergenoot van vandaag? Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Weet je dat je de twee dagen lang... Ja, vier dagen. Twee dagen lang krijg je mij met de camera achter je aan, hè? Ja, waar moeten we zeker zijn? Jij weet dat. Zeker niet zijn bedoel je? Zeker wel zijn. In het stadion. De vraag was natuurlijk, wat zit in het pakketje, Vera? Je hebt hem al gekregen, hè? Dit hebben we gekregen van Big Lang. Sokken, echt Excelsior sokken. Nee. Helemaal niks? Nee, helemaal niet. Ik heb nog geen Italiaans gezien. Wouter, ben jij een beetje Italiaans? Wouter, je hebt jaren in Italië gewoond. Wel wijk. Ik was gewoon in Brabant. Ah, ja. Klaar voor? Gaan we? Ja, we gaan. Nou, toen waren we bij het stadion, hè? We zitten vlak voor de wedstrijd. Bonnetje om eten te halen. En dan zie je hier dat er het eten al klaar wordt gemaakt. En we hebben geloof ik hamburger. Wat neem jij? Nou, ik weet het nog niet. Nee? Ben je er al uit? Jij durft niet, hè? Nou, we zijn binnen. Veer, doei! Veel plezier! Jawel, yes, je denkt dat je alle poortjes hebt gehad. Volgende controle. Dus we hebben controle 1 daar gehad. Beneden nog een controle. Nou, daar gaan we weer. Dave, wat vind je van het stadion? Indrukwekkend. Mooi, hè? Ja, echt stil, man. Niet uit. Ja, ik vind echt... Nou ja, als ze dan in de Kuip toch een voorbeeld zoeken in Rotterdam. Van buiten ziet het er niet uit. Nou, voor de rest is het een mooi stadion. Dus, lekker drietjes blijven, hè? Bonaventura! Paolo! Nummer 23! Klaar voor het ontbijtje? Posso sedere qua? Yes. Okay, jij spreekt weer Italiaans natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk. Goedemorgen, is hij er goed uit? Dank u, goedemorgen. Ja, zo voel ik wel. Hey, kijk, ik heb ooit van Gordon Ramsay geleerd, een goede cappuccino. Ja, dat is echt Italiaans. 7 seconden erop drijven, kijk. En dat doet hij. Wat hebben we eigenlijk zo meteen? We moeten naartoe naar het Fiat Museum ofzo, toch? Fiat. En daarna nog lunchen. Dan... En dan terug naar huis. Even relaxen. Goed, we gaan nu naar het Fiat Museum. Fiat, je hebt een half uur, hè, door het museum te lopen. Half uur? Ja, oh, is te lang. Stap nou in, man. Niemand die het ziet. Ga nou. Steve, ga nou zitten. Italianen zijn heel vergevensgezind. Zo zitten we in het vliegtuig terug. We zijn er bijna, hè? Oh, ja. Heb je het naar je zin gehad? 10 minuten. Prima. Dat is de eerste keer. Dat was dit de business trip naar Turijn. Ja. Dat was hem. Top.